Welkom bij Vrij Meer Beurs nummer 28, een wekelijkse videoserie waarin we kijken naar het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. In deze video hebben we weer drie onderwerpen. Ten eerste de kwartaalcijfers. Het cijferseizoen is weer begonnen. Vaak zijn de Amerikaanse banken als eerste en daar gaan we nu even naar kijken, omdat we dan vaak ook iets uit kunnen halen, zeg maar hoe het gaat met de economie en hoe het misschien wel gaat met de beurs. Vervolgens gaan we kijken naar de energietransitie, ook hier in Nederland, want daar liggen zeker wel kansen voor ons beleggers zijnde. En tenslotte kijken we nog even naar de kernselectie. Gisteren heb ik daar al een video over gemaakt, daar waren wat vragen over, wat reacties op. En die ga ik even behandelen in deze video. Dat zijn dus de onderwerpen voor deze video, laten we snel beginnen. Dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog om deze video en het kanaal te helpen. Het is kleine moeite, maar het helpt echt zeker. En dan gaan we nu meteen maar beginnen met het eerste onderwerp. En dat zijn de kwartaalcijfers. Want we zijn nu 2 weken verder nadat het eerste kwartaal is afgerond. Dus de eerste bedrijven komen met hun kwartaalcijfers. Zoals gezegd zijn dat vaak de Amerikaanse banken. Nou heb ik zelf ook niet zo heel veel met Amerikaanse banken. Ik heb daar geen aandelen van. Maar ik zit er wel altijd met belangstelling naar te kijken, omdat banken vaak wel een indicatie geven van hoe het met de economie en mogelijk ook wel met de beurs gaat. En laten we dan beginnen met JP Morgan Chase. Daar waren de cijfers gewoon erg goed van. Wederom een kwartaal waarin ze de verwachtingen overtroffen. Ten eerste maakten ze veel winst op aandelenhandel, wat wel aangeeft hoe populair beleggen op dit moment is. Maar ook kwam er best wel veel geld vrij uit reserves, wat op zich een goed teken is. Dat betekent namelijk dat er minder risico is, omdat de economie dus groeit en ze dus ook minder buffer nodig hebben om klappen op te vangen. Kijk bijvoorbeeld naar Bank of America, ook zij lieten goede cijfers zien. De winst verdubbelde ten opzichte van vorig jaar, al hadden we natuurlijk vorig jaar wel te maken al met het virus. Dus vorig jaar zal misschien ook wel een beetje hebben tegengevallen. Ook Bank of America overtrof de cijfers wat betreft de verwachtingen van analisten. Het aandeel staat inmiddels op het hoogste punt in 13 jaar tijd. En ze hebben aangegeven om 25 miljard aan eigen aandelen op te gaan kopen, wat neerkomt op zo'n 7,3% van de uitstaande aandelen op dit moment. Dat is eigenlijk altijd een goed teken als een bedrijf dat doet, tenminste zeker voor een bank zijnde. Ze hebben dus gewoon geld over, ze hebben winst en ze zien aandelen als misschien wel de beste investering. Dit waren dus de banken waar het best wel goede cijfers waren. We zien ook dat ze reserves af aan het bouwen zijn, dus dat ziet er goed uit. Dat het waarschijnlijk beter gaat of beter zal gaan met de economie. Dat er minder risico is voor banken. Vaak houden zij grote reserves aan wanneer zij het risico dat bedrijven geld wat ze geleend hebben niet terug kunnen betalen, dat dat groter wordt. Nou, aangezien ze die reserves het kleiner aan het maken zijn, is er dus minder risico dat het slecht gaat met bedrijven. Het ziet er in ieder geval positiever uit. En we zagen ook dat beleggen heel erg populair is, dat ze daar heel veel op verdienen. Dus laten we hopen dat het een mooie tijd wordt op de beurs. Maar het zijn niet alleen natuurlijk banken. Banken zijn als eerste die met cijfers komen. Maar binnenkort komen er ook heel veel andere bedrijven met cijfers. Zelfs kijk ik vaak bij mijn Yahoo Finance app. Daar zie ik vaak per bedrijf staan wanneer die cijfers verwacht worden. Kijk bijvoorbeeld naar Tesla, dan moeten we nog 10 dagen wachten. Bij Microsoft moeten we nog 11 dagen wachten. En bij Apple is dat nog 12 dagen. Terwijl NIO hier nog niet staat vermeld, maar ik heb het even opgezocht. Die komen dan pas op 2 juni met de cijfers over het eerste kwartaal. Kijken we dan even naar een nieuw record op de Dow Jones. Een index met de 30 grootste bedrijven van Amerika. Onder andere Apple, Coca-Cola en McDonald's. Maar dus ook banken zoals Goldman Sachs en JP Morgan Chase. Een index met best wel veel traditionele bedrijven dus, die het gewoon nu erg goed doet. Wat wil zeggen dat het erop lijkt dat we er een beetje teruggaan naar het oude normaal, de tijd van voor de coronacrisis. En de beurs loopt vaak hier al een paar maanden op vooruit, dus beleggers schatten het zeer positief in wat betreft de toekomst. Ik ben ook erg benieuwd wat jij ervan denkt. Laat dat weten in de reacties onder deze video. Wat verwacht jij van de beurs, van bedrijven? Gaan we weer echt terug naar het oude? En is het na de zomer weer allemaal het normaal zoals we het gewend waren 1,5 jaar inmiddels geleden? Ik ben erg benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken en waar jullie nog kansen zien liggen wat betreft sectoren of bedrijven specifiek. Gaan we door naar het tweede onderwerp en dat is de energietransitie. Ook de energietransitie hier in Nederland. Ik denk dat we allemaal wel zien dat er heel veel verandert rondom ons. We zien steeds meer elektrische auto's. We zijn zelf vaker heel erg geïnteresseerd in deze sectoren. De batterijsectoren, de elektrische voertuigen, misschien Alfen specifiek of Tesla specifiek.
Maar ook zeker zijn er nog andere kansen die we hebben als beleggers zijnde. Het is alleen zo dat wij er al heel positief over zijn, maar ons netwerk in Nederland er nog gewoon niet klaar voor is. Dat lezen we ook in dit nieuwsbericht. De stijgende vraag naar elektriciteit en de integratie van duurzame energie in het Nederlandse stroomnet vereisen ruim 100 miljard aan investeringen. En verder lezen we: daarnaast verdubbelt de vraag naar elektriciteit de komende decennia. Dit als gevolg van de elektrificatie van de industrie en de overschakeling naar elektrisch rijden, verwarmen en koken. Al die ontwikkelingen vragen om forse investeringen in het elektriciteitsnet. Een totaal van 102 miljard euro in de komende 30 jaar, aldus PwC. En we zien ook dat het geld wat nodig is voor de aanleg van nieuwe hoogspanningsmasten, ondergrondse kabels en transformatorstations. Ook is vanaf de Noordzee en aan de kust grootschalig transport nodig van elektriciteit uit windparken op zee. En daarmee verdubbelen de investeringen ten opzichte van de afgelopen 10 jaar. En het zijn dus niet alleen bedrijven die bezig zijn met elektrische voertuigen, maar ook juist bedrijven die bezig zijn met het elektriciteitsnetwerk die interessant zijn. Daarbij kunnen we dus denken aan Alf met hun transformatorhuisjes, transformatorstations, maar ook zeker Tesla bijvoorbeeld met batterijen. Nu nog vaak in auto's, maar tegenwoordig of in de toekomst kunnen we zeker ook verwachten dat we steeds thuis veel meer batterijen, dat we daar gebruik van gaan maken. En wij niet alleen als particuliere beleggers zien hier kansen in, ook pensioenfondsen zien hier kansen liggen. Ook oppert het adviesbureau om nieuwe aandeelhouders toe te laten. Onder meer pensioenfondsen staan te springen. Zij zien netbeheer als een goede lange termijn belegging. Hiervoor is echter wel een wetswijziging nodig, omdat privaat eigendom op dit moment niet is toegestaan. En iets verderop in het artikel lezen we dan dat het ook een beetje lastig is om misschien alleen deze pensioenfondsen toegang te geven tot investeringen hierin. Dat je niet alleen hun toestemming kunt geven, maar dat misschien dan meer beleggers moet toelaten. Dus misschien zitten daar ook voor ons nog kansen in de toekomst. Tot die tijd hebben we gelukkig de kernselectie die gisteren vernieuwd is en die heel veel ETF's heeft die ook inmiddels aansluiten op deze energietransitie. En de kernselectie is een onderdeel van de Giro, een selectie van 200 ETF's die je onder de juiste voorwaarden maandelijks zonder transactiekosten kunt kopen. Dus dat scheelt al snel 2 tot 4 euro per transactie. Wil je beginnen met beleggen via de Giro? Klik dan op de link onder de video om gratis een account te openen. Daarmee help je ook nog eens het kanaal, waardoor ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. En over de kernselectie gesproken, dat is ook het laatste onderdeel van deze video. Want gisteren maakte ik al een video. De kernselectie van de Giro is namelijk heeft een grote update gekregen. Van de 200 ETF's die nu dus in die selectie zitten, zijn er 124 nieuw. Dus als je precies de verschillen wilt zien, klik dan even hierboven in de hoek om naar die video van gisteren te gaan. Maar ik wil nu even gaan kijken naar wat reacties die onder de video stonden en daar wat meer informatie bij geven. Ten eerste belangrijke uitleg over de kernselectie. Als we het document namelijk openen, dan staat op de tweede pagina wat uitleg over de werking daarvan. We lezen onder andere: de onderstaande ETF's behoren tot de kernselectie van de Giro en worden op basis van een fair use policy zonder transactiekosten aangeboden. Dit houdt in dat u elke kalendermaand één transactie, een aankoop of verkoop, per ISIN-code zonder transactiekosten kunt laten uitvoeren. Je kunt dus één keer per maand per ISIN-code een gratis transactie doen. Dus je kunt bijvoorbeeld VWRL één keer in de maand kopen. Maar als je uit deze lijst van 200 ETF's misschien wel 5 of 10 interessante ETF's ziet, dan betekent dat dat je per ISIN-code één gratis transactie kunt doen. Dus heb je 10 ETF's, dan zou je ook 10 ETF's elk met één gratis transactie kunnen doen. En dat scheelt dus al behoorlijk in de kosten. We lezen ook: elke volgende transactie in dezelfde ISIN-code en richting wordt zonder transactiekosten uitgevoerd als de transactie aan de volgende voorwaarden voldoet. Ten eerste, de transactie is in dezelfde richting, een koop of verkoop, als de eerste transactie die maand. En ten tweede, de waarde van de transactie is minimaal 1000 euro, dollar of Great British Pound. En je kunt dus vaker dezelfde ISIN-code kopen zonder transactiekosten. Maar dan moet je wel zorgen dat de tweede transactie en de derde, noem het maar op, telkens minstens 1000 euro, dollar of pond zijn. En dit vervalt zodra je het een keer de andere kant op doet. Dus stel je koopt telkens één of twee keer koop je een ETF, maar de derde keer verkoop je hem. Ja, dan krijg je wel te maken omdat het in één keer een andere richting is. Het kan ook zo zijn dat je eerst verkoopt, nog een keer verkoopt en naderhand weer koopt. Op dat moment, de laatste keer,
verandert eigenlijk weer de richting. Je gaat van verkoop naar koop. En dan krijg je dus wel te maken met transactiekosten. Vroeger was dat volgens mij niet het geval. Tenminste, niet zolang je minstens 1000 euro en dat soort dingen deed. Maar ik denk dat ze dat nu hebben ingevoerd om wat meer daytraden tegen te gaan. En voor de meeste mensen is het nog steeds meer dan ruim voldoende, denk ik, om makkelijk en toch zonder transactiekosten aan de slag te kunnen iedere maand. Zoals gezegd zijn er dus veel nieuwe ETF's, 124 nieuwe. Dat betekent ook dat er heel veel uit zijn gegaan. En hier lezen we op de, als je inlogt bij de Giro, de ETF's die afvallen en dus niet meer in de kernselectie zitten, blijven tot 14 mei commissievrij. Je kunt dus nog gewoon die posities verkopen en opnieuw misschien wel kopen als ze nu bijvoorbeeld op een andere beurs in de kernselectie vallen. En op die manier heb je dan iets meer overzicht in plaats van dat je hetzelfde aandeel misschien eerst op de ene beurs en nu via een andere beurs koopt, dat je het dus op twee beurzen hebt staan. Zou je dus voor meer overzicht, zou je nu nog gebruik kunnen maken van de oude kernselectie ook. En tenslotte nog even kort over transactiekosten, want ik zag al gisteren wat reacties dat mensen al een aankoop hadden gedaan en toch te maken kregen met transactiekosten. Het kan verschillende redenen hebben, misschien bijvoorbeeld omdat je eerder deze maand al het aandeel had gekocht. Dan heb je dus te maken als je nu niet voor 1000 euro koopt, of misschien juist de andere kant op doet, dat je toch met transactiekosten te maken krijgt. Het kan ook zo zijn, het zou zo zijn zelfs dat gisteren die nieuwe lijst is ingevoerd, maar misschien dat het nog niet altijd goed is gegaan. In dat geval ben ik benieuwd of je misschien contact hebt gehad met de Giro hierover. Mocht dat zo zijn, dan hebben ze jou een antwoord gegeven, hebben ze jou uitleg gegeven. Laat dat dan ook weten in de reacties onder deze video. Kunnen we elkaar weer helpen om een beetje te kijken. Hoeven niet allemaal dezelfde vraag te gaan stellen aan de Giro. En weten we misschien wanneer het wel en op welke manier het wel goed gaat. Maar dat waren de belangrijkste drie dingen die ik tegenkwam in de reacties dus van de video van gisteren. Mocht je nog geen account hebben bij de Giro en wil je wel gebruik maken van de kernselectie, ik zal een link naar de Giro plaatsen om een gratis account te openen. Ik zal ook een link plaatsen naar de overzicht van de kernselectie, dat je rustig alles kunt kijken welke aandelen of welke ETF's daar precies in zitten. En zijn we daarmee aan het einde komen van deze video, wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Maar het helpt ook zeker het kanaal. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken. Een fijn weekend en tot de volgende video.